medialandschap is in hoog tempo en in een veel hoger tempo dan wij ons doorgaans geneigd zijn te realiseren in dit goede vaderland aan het internationaliseren. Een paar van onze kranten zijn bijna sluipenderwijs in buitenlandse handen gevallen. Is dat een probleem? Daar komen we straks op. Maar het zijn wel richtinggevende bewegingen die alles te maken hebben met fundamentele veranderingen in dat landschap. Die ook te maken hebben met wat meer sociaal-culturele ontwikkelingen. Het landschap is een landschap van consumenten, van vragers, van doelgroepen geworden die zich niet altijd meer laten uittekenen in het standaard vocabulair dat we daarvoor beschikbaar hadden, de geïnteresseerde lezer. Nee, de commercialisering, doelgroepen denken, is een hele dominante trend in dat landschap aan het worden. Is de omroep die ervoor zorg draagt en ook garantie biedt om zeg maar, de maatschappelijke functie van de communicatie te vervullen of in te vullen. En daar behoren verschillende functies bij. Dat is natuurlijk met name de informatie. Dus iemand in de maatschappij moet ervoor zorg dragen dat zonder particuliere belangen ieder informatie zo neutraal als mogelijk bij de mensen terechtkomt, omdat dat is praktisch de basis voor het samenleven. Dus in een moderne samenleving hangt alles praktisch ervan af hoe mensen informatie krijgen, dat iedereen deze informatie krijgt. Dus de eerste functie is natuurlijk met name goede, neutrale, diepgaande informatie te verspreiden. De tweede functie, heel belangrijk voor een publieke omroep, is het feit dat we natuurlijk met iedere moderne maatschappij met een pluralistische samenleving te maken hebben. Dus er zijn kleinere groepen die moeten op de een of andere manier nog aangesproken worden. Die moeten ook de mogelijkheid hebben zich te uiten. De borst behoort bijvoorbeeld erbij, dat moet men heel duidelijk zeggen. Maar ook andere kleinere groepen. En toenemend worden zelf mensen zoals ik, boven de 50, beschouwd als een minoriteit. Ook zijn we misschien een meerderheid, maar we zijn commercieel niet meer van belang blijkbaar. Dus moet daar ergens voor zorg getragen worden dat er een brede aanspraak van toch iedere, ook kleinere groep in de samenleving bestaat. En dat kan alleen in het publiek om, omdat marktgericht is het niet belang, is het niet interessant. Publieke omroep zou ik het liefste positioneren tussen de twee ontwikkelingen die we in de maatschappij zien, ook in de media. Eén is marktregeerd, de andere is politiek regeerd. En ik denk dat het erg nodig is voor de consistentie en de samenhang in de samenleving, wanneer daar tussen die dingen in een publieke omroep is, die zich vooral richt op het lange termijn belang van kijkers en luisteraars. En een tegenwicht is tegen die twee ontwikkelingen die allebei kort op termijn gericht zijn. Wanneer de markt regeert, dan gaat het dan altijd om zo snel mogelijk winst maken. En na ons komt de zondvloed. En eigenlijk geldt hetzelfde in de politiek. Daar gaat het om het scoren van partijen en deelbelangen. En ik heb jarenlang een fractie in de Tweede Kamer geadviseerd. En als ik daar de vraag landsbelang aan de orde stelde of dat soort dingen, of wat is, dan werd ik altijd uitgelachen, want daar ging het niet om. Het ging erom dat je 10 minuten op de tv kon komen, want dat leidde tot herverkiezing. En daar heb ik ontzettend veel over geleerd. Wat de duurzaamheid en van politiek in feite is. En daarom denk ik, juist daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is dat er een medium is als een publieke omroep die daar precies tussenin staat en die tegenwicht is tegen deze twee ontwikkelingen en doordenkt langer dan morgen en ook nog langer dan 4 of 5 jaar. Ja, het grootste gevaar is natuurlijk dat er alleen nog maar voor de grootste gemene delen gefabriceerd wordt. En dat er niet meer gekeken wordt naar de belangen van kleine mensen. Ik bijvoorbeeld voel mij gediscrimineerd. Ik behoor tot een groep mensen die kennelijk een afwijkende smaak en een afwijkende interesse heeft. En ik word of niet bediend, of ik moet tot 3 uur 's nachts opblijven. Of op momenten dat een normaal mens
werkt om zijn brood te verdienen, wordt er nog wel eens iets uitgezonden voor mensen zoals ik. Het gaat de kant op van alleen maar de massacultuur willen vleien. En dat is wel een hele rare draai in het naoorlogse Nederland. Want ik herinner me nog heel goed dat wij in het naoorlogse Nederland toch ook een periode beducht zijn geweest voor massa. Voor allemaal hetzelfde, voor consensus. En dat de publieke omroep er juist voor was om voetnoten bij die consensus te plaatsen, om te relativeren, om te nuanceren, om tegengestelde meningen te laten horen, informatie die vragen opriep en twijfel. Uit angst voor wat men voor de oorlog en in de oorlog heeft meegemaakt, dat een heel volk ook fout kan zijn als men allemaal achter hetzelfde aanrent. Nu lijkt het wel alsof de publieke omroep ook meedoet aan het creëren van hypes en massahysterie. Of het nou André Hazes in de arena is of wat dan ook. Desnoods geld voor Azië. Het is allemaal mooier kan het niet als we massaal dingen voelen. Het kritisch vermogen laten zakken. En achter hetzelfde aanrennen. En ja, ik vind dat een hele gevaarlijke trend. Die ook op een dagelijks zijn invloed heeft op de programmering. Want uiteindelijk vindt men dat het mooiste. Als je hebt een talkshow, dan zie je op het ogenblik een tendens, althans ik meen hem waar te nemen, dat het daar heel vaak gaat dat het publiek wat gevraagd wordt eraan mee te doen, dat gebruikt wordt om de grote figuur van de discussieleider te laten illustreren. En ik denk dat dat op zichzelf een heel verkeerde tendens is. Ik denk dat als je een discussie leidt op de tv, dat het erom gaat dat jij de mensen die je hebt uitgenodigd om mee te doen, helpt, faciliteert om datgene wat ze te zeggen hebben op zo goed mogelijke manier naar voren te brengen. En niet in een competitie te gaan van hoe snel mogelijk kan ik je door strikt vragen in problemen brengen, respectievelijk mensen tegen elkaar uitspelen. Met een zekere amusementswaarde, maar een bedenkelijke amusementswaarde voor het publiek. De kwaliteitsopvatting van hoe je nieuws maakt is een andere dan hoe je een goed amusementsprogramma maakt. Wij vinden het belangrijk dat die discussie opnieuw aan de orde komt. En ook dat journalisten zelf daar opvatting over aan te leren. Ik hoor journalisten vaak zeggen, ik krijg amper de tijd meer om mijn feiten goed te checken. Ik moet vooral aan mijn hoofdredacteur laten zien dat ik snel ben en dat ik er ook ben, in plaats van dat ik er nog even die afgewogen analyse van gemaakt heb. Nou, als dat te veel gaat gebeuren, gaat de journalistiek eraan. En dat soort kwaliteit bedoel ik dus. De kwaliteit om de dingen goed te doen. Ambachtelijk en professioneel. En als dat onder druk komt door een al te grote nadruk op geld verdienen, dan heb je een situatie waar we denk ik in Nederland niet zo blij mee moeten zijn. Maar dat is denk ik ook bij de publieke omroep zo, omdat ze weer bij de kijkcijfers maar in hun achterhoofd hebben. We moeten presteren. Als dat het enige criterium is, zijn we dus niet goed bezig. Je moet bepalen voor wie je het programma maakt en waarom je het maakt en of het doel bereikt. Dat is veel belangrijker dan de cijfers alleen. Er wordt wel vaak gezegd dat er geen publiek zou zijn voor goede programma's of programma's die wat ingewikkelder zijn of programma's over cultuur. Dat is de grootst mogelijke onzin. Het is maar wie je wil bereiken. Je kan er in Nederland niet op rekenen dat je met een programma over kunst meer dan 600.000 mensen bereikt. Nou, is dat geen publiek of is dat een groot aantal mensen? Kijk, het is heel treurig, maar op Nederland 3 probeert men kunstprogramma's te maken die met de opdracht dat die kijkdichtheid van 1 miljoen of 1, 2 tiende miljoen zouden halen. Nou, dat is bijna kwaadaardig. Het lijkt wel alsof er opzet is om dan zo'n kunstprogramma weer te laten mislukken. Ik vind dat 600.000 mensen, dat een heel redelijk aantal is. Maar het gaat niet alleen om het aantal. Het gaat ook om de impact. Dus als je bijvoorbeeld een politieke documentaire maakt en je bereikt daar
niet alleen politici mee, maar ook onderwijskrachten. Je bereikt daar schrijvers mee, kunstenaars mee, mensen die een toon zetten in hun omgeving. Dan is het effect vele malen groter dan die cijfers. Dan worden er klassenvol met leerlingen door aangeraakt op een indirecte wijze. Een omroep moet ook daarvoor zorg dragen dat de burger in zekere mate op de hoogte gehouden wordt wat voor hem als burger, politieke burger, van belang is. Dus hij moet in staat zijn, of zij moet in staat zijn om bij de verkiezingen zich een oordeel te kunnen vormen. Moet in staat zijn om aan culturele evenementen en ontwikkelingen mee te maken. Dus ik zou liever eigenlijk zo'n term gebruiken als participatie dan educatie of cultuur. Omdat denk ik uiteindelijk dat de achterstaande functie is. Educatie, cultuur, om de mensen in staat te stellen om aan de gemeenschappelijke samenleving deel te nemen en ook een soort identiteit te kunnen opbouwen. Dat medialandschap was een markt waar heel veel mensen gewoon zelf kunnen bepalen. Dat is de gewenste hoeveelheid en kwaliteit die ik wil hebben. De mogelijkheden, de overheid, om dat te beïnvloeden, worden minder. En wij pleiten als WRR eigenlijk voor een precieze diagnose waar dat tot maatschappelijke schade zou kunnen leiden. En we vinden bijvoorbeeld in de nieuws- en opinievorming, nieuwsvoorziening en opinievorming als twee onderscheiden functies, dat daar wel wat risico's zitten. Want als je alleen maar vraagt aan mensen wat ze willen horen, dat is misschien niet de goede lijn. Dus daar zou je in de manier waarop je een medialandschap benadert, wat voorzieningen voor kunnen blijven treffen. Hè? Bijvoorbeeld in de ondersteuning van maatschappelijke organisaties om hun geluid in die media te kunnen laten horen. Het is wel zo dat, ja, dat kan iedereen eigenlijk nu tegen steeds lagere kosten. We hadden het net over die kleine camera van u. Dat kost bijna niks meer. Vroeger kostte dat heel veel geld, dus iedereen kan op het internet een omroep beginnen. Dus die pluriformiteit is voor een deel verzekerd, denk ik, en interessant groeiende. Maar zolang televisie nog een massamedia blijft waar mensen naar kijken, waar heel veel mensen naar kijken, en ook in het mediaconsumptiegedrag heel belangrijk blijft, denk ik wel dat de overheid toch een goede zaak aan heeft om te zorgen dat verschillende groepen daar present kunnen zijn. Ik geloof dat een heel belangrijk punt is dat zich de omroepen algemeen, met name de publieke omroep, maar ook de commerciële jongens, toenemend losmaken van een definitie rond distributievorm, dus tv, antenne, kabel, satelliet, weet ik veel, en toenemend ook realiseren dat zij zeg maar meer en meer zich gaan richten op een inhoudelijke kant en minder op deze distributievorm. Dat zou voor mij betekenen dat ze ook nieuwe vormen moeten creëren. Online activiteiten bijvoorbeeld. Of misschien zelf waarom niet ook computerspellen. Dus het gebeurt er gedeeltelijk, maar dus ook altijd weer de politieke debatten. Mag dat wel, mag het niet of zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk bij de publieke omroep om de inhoud gaat en welke door welke kanaal die wordt verspreid, dat wordt volgens mij toenemend secundair. Maar je moet wel ervoor zorgen dat ze het mogen. Ten tweede, er is wel één sterkte van de omroepen algemeen, ook weer zowel de commerciële, maar met name ook de publieke. En dat is dat ze natuurlijk wel over de tijd een heel sterke merknaam hebben opgebouwd. Dus de geloofwaardigheid die ook bij de gebruikers van het internet naar een bepaalde inhoud gaat, gaat ook richting een label dat nog steeds een label van omroepen is. Een website van zeg maar de VARA of de BOS of weet ik veel. Is nog steeds een label wat de mensen signaleert. Hier staat competentie achter, hier staat een zekere ethiek achter. Hier word je niet voor de gek gehouden als het over informatie gaat. Hebben we het niet over geruchtenverspreiding. Maar dit is echt een zuiver, uitgekozen, goed gerechercheerde informatie die je gewoon kan vertrouwen. En dat is volgens mij naast een uitbreiding van de verschillende verspreidingsvormen ook een tweede sterkte, dat je gewoon dat label van die omroepen gaat gebruiken. En een BOS staat voor iets, een VARA, een WPO, die staan voor iets. Het WRR-rapport geeft juist heel nadrukkelijk aan, ga er niet uit in je publieke functie, in je publieke taak van de oude vormen, want dan verlies je het inderdaad. Dus eigenlijk waarschuwen ze voor, als je niet vernieuwt, als je niet beter kijkt naar wat de functie van het publieke landschap is,
dan raak je ook je positie kwijt. Dus ga er nou naar kijken en dan geef ze suggesties voor hoe je dat zou kunnen vormgeven. En geef ook natuurlijk aan dat juist ook een publieke functie op zich op die verschillende mediaplatforms, internet, radio, televisie, noem maar op, een nieuwe vorm zou kunnen krijgen om juist die waarborging dat er inderdaad onafhankelijke informatie is, dat er boeiende niches worden bediend, hè, dat er specifieke doelgroepen worden bediend, zodat je dat ook kan waarborgen en niet wordt ondergesneeuwd in die enorme mediamacht die er ontstaat. Dus we waarschuwen eigenlijk van wees alert, wees voorbereid op de toekomst, want anders gaat het mis. Ja. Maar waar komt het geld vandaan voor die niches? Is dat er nog wel in? Nou, we hebben nu al 675 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de publieke omroep. Daar doen we op dit moment alle niches bedienen we daarmee. Die hebben ook als opdracht de taak om alle doelgroepen te benaderen, te bedienen, van programma's te voorzien. En in de langere termijn zal dat wel het uitgangspunt blijven. Want daar is nou juist, dat zegt ook het WRR-rapport, het onderscheidende positie van de overheid aan de orde. Wat er wordt aangegeven is dat het landschap veel minder stuurbaar is dan we ooit dachten. We dachten eerst, nou we hebben tv, dan zetten we twee kanalen, een paar met werden drie en opeens kwamen de commerciële erbij. En opeens heb je als overheid dat niet meer in de hand waar je vroeger daar heel erg op kon sturen. En als je praat over informatie, dan heb je als overheid de verantwoordelijkheid dat er mogelijkheden komen om informatie aan burgers te geven. Dus je hebt nieuwsvoorziening, duiding en overige activiteiten die je via de media naar voren kan brengen. En wat de WRR-rapport zegt is van, nou ja, scheid nou de positie van de omroepverenigingen, houdt die nou in relatie tot de duiding? Daar is een soort monopoliepositie op de duiding. Maar laat de overige in concurrentie gaan ontstaan. Dus een programma als Lingo, een programma als, noem eens een paar, wat algemenere programma's die niet echt met duiding van informatie te maken hebben. Doe die nou in vrije concurrentie, want dan krijg je tenminste ook een kwaliteitsslag om een zo leuk mogelijk programma te maken. Daar waar je als overheid constateert dat het geluid verschaalt omdat alleen de zeer kapitaalkrachtigen doordringen tot het landschap, dan zou je de wat zwakkere geluiden kunnen financieren. Maar in beginsel denk ik van als boeddhisten in Nederland bijvoorbeeld het belangrijk vinden om een eigen geluid te laten horen, laten ze maar geld bijeenleggen om een omroep te financieren. Ik zou niet a priori zien waarom alleen de overheid dat zou moeten betalen. Nou ja, ter wille van de pluriformiteit. Dan... Nou ja, maar goed, dus ik zeg niet dat ze het niet zouden moeten doen, maar ik denk dat het belangrijker wordt in de toekomst dat burgers zelf laten merken, dit vind ik belangrijk, dit wil ik hebben. En dat sluit dus ook aan bij die nieuwe logica. Dat zie je ook in het commerciële deel, dat burgers meer betalen voor wat ze belangrijk vinden. En ik weet niet of boeddhisten een minder dan gemiddeld kapitaalkrachtig deel van de bevolking vormen. En misschien in heel goed in staat zouden zijn om dat een beetje zelf. De overheid is er vooral om te bewaken dat die kansen er blijven en dat je verschil blijft zien. Maar is er natuurlijk, moet wel rekening houden met het feit dat het vroeger veel duurder was om televisie te maken dan nu. Dus dan wordt het meer een soort abonnement op een televisiekanaal, zoals je hebt de krant geabonneerd. Ja, bijvoorbeeld. Het medialandschap wordt meer een markt. Dat is niet iets wat je vindt of iets wat je zou willen. Dat gebeurt omdat de technologische ontwikkelingen en allerlei andere sociaal-culturele ontwikkelingen ontwikkelingsgang van het medialandschap bevorderen. Nou, dat moet je intelligent op gaan reageren. Waarom zou het niet zo kunnen zijn dat private partijen voor een deel hebben in die publieke functie? Daar lijken allerlei mooie creatieve mogelijkheden ontstaan om opnieuw die overheidsrol in het medialandschap te definiëren. Waarom besteden we dan toch heel belangrijke aandacht aan maatschappelijke organisaties, die we zelfs, noem het omroepverenigingen of andere ideële organisaties, in dat publieke bestel, tussen aanhalingstekens, present te hebben, is omdat we gezien hebben dat juist in het landschap zoals het zich ontwikkelt, enige zorg voor de maatschappelijke organisaties, de civil society, in dat medialandschap cruciaal is. Je kunt risico's lopen als je dit landschap alleen maar laat ordenen door wat ik wel eens heb genoemd mediamagnaten en mediamagneten. De politici en de grote ondernemers. Een nieuwe druk die steeds groter wordt is de commerciële druk. Dat journalisten die niet de marktbelangen van de eigenaar invullen, dat die onder druk komen te staan. En dat zijn situaties zoals bijvoorbeeld in Frankrijk af en toe eens gebeurt, of in Griekenland helaas heel sterk is, dat bijvoorbeeld daar die man die rond 80%
van de opdrachten van de regering krijgt om straten te bouwen, huizen te bouwen, dat je tegelijkertijd ook een sterke aandeel aan de media heeft. En daar krijg je natuurlijk opeens een belangenconflict, waarvan men moet zeggen, ik vrees dat toenemend, met name door grote eigenaren wereldwijd, ook massieve druk op journalisten en dus de vrijheid van meningsuiting wordt uitgeoefend. En misschien steeds meer dan door politiek en regering. En het ergste is natuurlijk als het alle twee samenvalt, zoals in het geval van Berlusconi. Dan heb je zowel de politieke als ook de ondernemerskant. In de verschillende varianten die we op dit moment aan het verkennen zijn, zie je dat er natuurlijk crossmediale ruimte een vraagstuk is op het moment dat je praat over wie worden spelers in een publieke omroep. Dat kunnen onderverenigingen zijn, kunnen anderen zijn, kortom, er is een heel palet aan mogelijkheden. En natuurlijk, als je kijkt naar de richting ook die de WRR aangeeft, kom je uit op hoe je met het behoud van het waarborgen dat er geen monopolies op opinies komen, ga je natuurlijk kijken van hoe zijn die verschillende interactieve, die crossmediale vormen. Ik vind het een zeer reëel vraagstuk in dit verband. Dat er grote commerciële krachten zijn die de populaire media gaan beheersen. Multinationals die dat doen, die tegelijkertijd oliebelangen hebben en belangen in het verkopen van kinderspeelgoed en de media beheren en ook nog zelf een politiek-ideologische agenda hebben. Ja, dat is evident. Dat gaat hier ook gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. In het standpunt over medieconcentraties hebben we ook een stap gezet richting verruiming van de crossmediale mogelijkheden, omdat wij vanuit de overheid, ik ook zie dat je niet meer in die solitaire posities van al die distributievormen kan gaan zitten, maar natuurlijk daar ongelooflijke verbanden zitten. Maar kernpunt blijft wel, en ik kan het niet genoeg herhalen, monopolies van opinies, monopolies van informatie, die moeten ten alle tijde worden voorkomen. Je ziet het in Europa al. In Frankrijk is er een meneer Dassault die verschillende grote media bezit, maar ook de redactionele inhoud daarvan bepaalt. Rechts, Berlusconi in Italië hebben we. We hebben Rupert Murdoch natuurlijk in Engeland en in Amerika en Australië en in Azië voor een heel groot gedeelte al. Dat zijn gigantische krachten die samenklontering van de media zal dit met zich meebrengen. Ook hier. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die media consumeert, dat die zich bewust is van wat is de achtergrond van het medium, waar is het medium om te doen. In de krantenwereld wordt vaak gezegd, en ik mag als arme krantenman mag ik dat ook zeggen, dat als je werkelijk weet waar het om gaat, blijkt in elk krantenartikel tenminste één onjuistheid te staan. En je dat realiseren, ook als je naar televisie kijkt, dat datgene wat je ziet niet de waarheid hoeft te zijn, maar dus kritisch te zijn ten opzichte van dingen van wat je voorgeschoteld wordt. Dat is tenminste zo'n belangrijke kant als de kant van het medium zelf. Ik heb zelf met collega's in de VS een wereldwijd onderzoek gedaan naar de geloofwaardigheid van de media. En tot mijn grote verbazing, en dat is toch iets wat we moeten opmerken, is bij de jonge generatie, zeg maar tussen de 14, 19 tot en met 29 jaar oud, is ondertussen het internet het meest geloofwaardige medium geworden. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht, nou ja, tv of de krant, het boek. Nee, het internet. En weet u waarom? Omdat men daar het gevoel heeft als gebruiker, nou ja, ik kan het controleren. Ik kan zelf de bronnen achtergaan. Ik kan het achterhalen, ik kan het nagaan. Wat natuurlijk helemaal niet noodzakelijk de juist is. Maar het gevoel, ik kan zelf informatie controleren, creëert bij de gebruiker het gevoel, het is geloofwaardig. En dat is een kans. Als mensen namelijk dan competent daarmee kunnen omgaan, dan hebben ze ook de mogelijkheid inderdaad goede informatie te krijgen, omdat ze gewoon meer bronnen kunnen gebruiken, informatie kunnen vergelijken. Maar het is ook een gevaar, omdat als ze namelijk juist dit niet doen, vergelijking van bronnen, geruchtenvorming, het videoblogging met de goede en slechte kanten daarvan, dan krijg je juist de gevaar dat een willekeurig gerucht verspreid wordt en dat als de waarheid wordt beschouwd. Het is het inzicht van het boeddhisme dat wij
de werkelijkheid zoals we denken die waar te nemen, dat dat onze eigen schepping is. En dat dat dus niet de echte werkelijkheid is. De echte werkelijkheid is iets wat ook niet in woorden en dergelijke is uit te drukken. Dus überhaupt doordat wij met woorden en beelden moeten werken in onze communicatie, zitten we al op een in zekere zin een gevaarlijk punt. Want dat zijn dingen die niet de echte werkelijkheid zijn. Dus dat is ontzettend belangrijk om dat te weten als je met media bezig bent, dat je met imperfecte dingen bezig bent. En in dit geheel gebruik je dus ook heel veel het woord. Nou, er zijn in het boeddhisme allerlei rijtjes van regels of aanbevelingen die gedaan worden. En een van die dingen is dat je spraak zodanig moet gebruiken dat je er geen schade mee doet of zoveel mogelijk goed mee doet. En door dat te doen, dat is dus ook dat je met het gebruik van de spraak voortdurend je afvraagt wat is van belang voor degene waartoe ik me richt met het medium. En een ander boeddhistisch inzicht dat in dit verband buitengewoon belangrijk is, is het inzicht in de onderlinge afhankelijkheid en de wet van oorzaak en gevolg. Dat het buitengewoon belangrijk is wat de intentie is waarmee je het medium gebruikt. Als je dat doet in eigen baten of om deelbelangen en dergelijke na te streven en niet voor ogen hebt het belang van het geheel, het integrale geheel, de dingen, dan ben je op een verkeerde manier bezig. En dat werkt zowel naar jezelf als naar degene die het medium consumeren, werkt dat op een verkeerde manier. Het is zeer, zeer belangrijk om te realiseren dat natuurlijk tv, anders dan het internet, heel sterk gericht is op een zekere passiviteit. Iedereen is actief als hij tv kijkt. Mentaal doe je iets en ook lichamelijk doe je iets, emotioneel doe je iets ofzo. Maar uiteindelijk ben je dan net ietsje passiever dan met het internet. Maar het voordeel van juist deze passiviteit is dat je natuurlijk kan vertrouwen op achter tv, de radio, er staat een professionele ploeg. Die zijn goed opgeleid, die hebben een zekere ethische standaard, die weten precies wat ze moeten aanbieden. Daar staat professionaliteit achter. Bij het internet weet je dat niet. Die een kan een topjournalist zijn met een goede naam, die altijd voor de media heeft gewerkt. De tweede kan een ex-topjournalist zijn, dat hebben we ook al verschillende keren gehad. Of een ex-politicus die opeens in de war is gekomen en de meest gekke geruchten gaat verspreiden. Die nooit meer een kans zou maken bij de New York Times of bij de NRC of bij de Volkskrant terecht te komen. Maar op het internet natuurlijk nog steeds een platform krijgen. Bij de VPRO had ik de indruk dat de meeste makers ervan uitgingen dat zij niet uniek waren. En dat wat zij zelf de moeite waard vonden, vanzelf ook interessant zou zijn voor een hoop andere mensen. Dat is tegengesteld aan het beeld dat men van veel VPRO'ers had. Wij zijn vaak voor elitair uitgemaakt. Maar het uitgangspunt was dus juist dat je niet uniek was. En dat je, wanneer je jezelf maar serieus nam in je eigen vragen serieus probeerde te beantwoorden, dat vanzelf ook interessant zou zijn voor een ander publiek. Tegelijkertijd was dat ook gemengd met een vleugje sociaal-democratische motivatie. De hoop dat er ook mensen naar zouden kijken, onvermoed publiek, dat er baat bij zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij een kunstprogramma zou een bakkersjongen uit Delfzijl nog nooit met ballet in aanraking gekomen, misschien eens daar interesse voor kunnen opvatten. DVD's bestellen van onze programma's? Bel 040 282 0022. Wilt u meer weten over onze uitzendingen? Vraag dan nu de gratis programmagids aan. Bel 035 629 3191 of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.